De sociaaldemocraat die bovenaan staat in de peilingen, Bernie Sanders, bindt jonge kiezers aan zich met wat hij zelf omschrijft als een radicaal nieuwe koers. Of course we have got to defeat Trump, but we have to do more than that. We have to have the courage, and it ain't easy to take on the greed of Wall Street. Zijn aanhangers vinden dat het tijd is om groots te denken, niet middle of the road. His whole vision for the future is something that is really core to me, right? The country is moving more to the left. You look at things like gun control and health care. His policies could be viewed as extreme, but perhaps the revolutionary procedures we need as a nation at this time. It's people who have power versus people who don't. And the people who have had power have failed over and over and over. Sanders denkt dat zijn linkse agenda democraten enthousiast kan maken om te gaan stemmen. Maar als je 2 uur verder rijdt door de besneeuwde akkers van Iowa, kom je in een regio met heel andere democratische kiezers. En hier voelen ze veel voor een oude bekende. 8 jaar lang was hij vicepresident en nu hoopt hij binnenkort weer in het Witte Huis te zitten. Joe Biden op campagne. Biden beroept zich erop dat hij kan samenwerken met de tegenpartij. Consensus. You gotta bring people together. Not just Democrats. Not just independents, but Republicans as well. Conservatives who are in the middle might vote for him. And that's important. That's extremely important. That's the only way to beat Trump. Bernie Sanders basically wants to give everything to everybody. That's his answer. Free, 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 free college, free health care. Well, bottom line is, who's going to pay for that? Us. Het verschil zit hem ook in toon. Biden vraagt niet gefrustreerd om verandering. Hij is eerder vaderlijk. Great to see you. Doing okay? Yeah, great. I value empathy, I value honor and integrity, and that's what I see in Joe. Twee mannen van diep in de 70 met 2 verschillende visies.